We gaan run. Zo, Sean, wat is dat? Ja, weer beet. Spannend. Spannend, hè? Mooie run, ging gelijk naar het midden van de rivier, zoals het hoort. En nu driften we met de stroom. Come on, go ahead, come on around now and get behind her. Vandaar kan je de dobber zien. Daar hangt eronder en die zwemt met de stroom mee met het aas in zijn bek. Wat we moeten doen is wachten tot hij omdraait. Tot hij omdraait en dat hij het aas echt goed genomen heeft. Op dit moment schijnt hij het alleen nog maar voor in zijn bek te hebben.
en een mijnenveld onder water hier. Ja, kijk maar eens naar de kant en dan zie je al die bomen in het water staan. Het is echt wel een mijnenveld. Ah, zolang niet maar in het midden blijft, zijn we waarschijnlijk wel goed bezig. Ja, spuug het gewoon uit als je die weerstand van die takken voelt. Komt weer met ons mee, hè? Ja, wij driften op de stroom en de dobber drift ook mee op de stroom. Dat betekent in principe dus nog dat die gar onder water rustig met de stroom meekomt. Anders blijft hij liggen. Anders blijft het aas inderdaad gewoon weer terug op de bodem liggen. Ja, precies, stil daar. Ja. Ja, fish on. So far so good. There you go. You are the hammer right there. Dat is goed. Ze zullen moeten door de slip. Op basis van 2 dagen ervaring zijn hier toch wel 1,5 meter. Thank you.